Welkom bij een nieuwe video op het YouTube kanaal van Weef en natuurlijk een nieuwe aflevering van de Weef Spotlight. De serie waarin ik en Gavin door heel West-Friesland reis op zoek naar de mooiste verhalen, de tofste plekken en de interessantste feitjes. Ik doe dit op alfabetische volgorde en vorige week was ik in Avenhoren. Wat betekent dat ik deze week in Benningbroek ben. Benningbroek is een dorp in de gemeente Medemblik, grenzend aan Sijbekaspel en Midwoud. En met 720 inwoners is het een van de kleinere dorpen hier in de omgeving. Over de naam Benningbroek. Broek betekent moerassig of drassig land. En Benne is een familienaam van waarschijnlijk een familie die hier als eerste wonen. Dus zo krijg je Benning plus Broek, een familie die op een moerassig land woonde. En dat resulteerde in dit prachtige dorpje. De hervormde kerk hier in Benningbroek, ook wel het Witte Kerk genoemd, is wat ik op internet las een beetje in het centrum van het dorp. Dus ik ga daar zo meteen eens eventjes heen om te kijken of ik met mensen kan vinden. Ik word in ieder geval goed begroet door een aantal honden die erg enthousiast mij toe blaffen. Dus het belooft veel goed voor de rest van de video. Ik sta nu trouwens in het buurtschap Het Hogeland, wat aan het randje van Benningbroek ligt en wordt gescheiden trouwens van het dorp door de A7. Die snijdt midden door het dorp heen. Onderweg ben ik trouwens dat witte kerkje tegengekomen, die hervormde kerken hier in Benningbroek. Helemaal omgeven door allemaal bomen en groen. Erg tof om te zien. Ik sta hier naast de man die naast dit kerkje woont. Mijn naam is Frans van Til en ik heb altijd in Amsterdam gewoond. En na die lange tijd zocht ik een rustplek en die heb ik hier gevonden. En ik woon naast de kerk. Je woont prachtig, want ik vroeg me al af, heeft u dan iets te maken met de kerk? Nee, dus dit is, van oorsprong is dit de school. Ja. De school en de kerk, daar was natuurlijk altijd een verbinding. Ja. En, maar het is al lange tijd niet meer de school. Dit gebouw is van 1860, maar het is, door de vorige bewoners is het tot woonhuis verbouwd. Ik loop hier nu naar de andere kant van het dorp, de A7 bijna onder, en ik kom ineens voorbij een spoorwegovergang. En dat deed me herinneren dat het station Sijbekaspel-Benningbroek vroeger bij de lijn Hoorn-Medemblik hoorde. Weet je wel, dat stoomtreintje? Dat station is helaas nu opgeheven, maar er is hier nog wel wat van te zien dus. Ik sta nu in het nieuwe centrum van Benningbroek en ik liep hier net langs café De Vang, waar ik nu een stamgast denk ik wel heb gevonden. Ik ben Marcel Ruijs, ik ben voorzitter van het kermiscomité. Ik ben hier mijn hele leven al woonachtig. Dus het kermiscomité, zei u? Ja. Wat doet u daar zoal voor? Dan verzorgen we de spelletjes en achter de bar en dergelijke doen we vrijwilligerswerk voor het dorpshuis De Vang. Dorpshuis, het is een café en dorpshuis? Ja. In één, De Vang. Ja. Wel weer fijn dat het terras nu Eindelijk weer een beetje gezellig. Ja. Want de kermis is wel een beetje overgeslagen misschien afgelopen. Ja, voor het tweede jaar. En heeft u nog plannen voor de zomer? Zitten we nog te kijken wat er eventueel mogelijk is. En dat zal dan kleinschalig wezen. Maar ja. En jullie organiseren dan de kermis, ook nog andere evenementen hier? Als er feestjes georganiseerd worden door de carnaval of iets dergelijks, dan helpen wij altijd mee. Wat is er zo leuk aan hier wonen? Alles is redelijk op handbereik. We hebben een café, daarachter is een voetbalveld, een zwembad. In Benningbroek zijn ook genoeg sportmogelijkheden. Ik loop hier nu vlak langs het voetbalveld, de voetbalvereniging. En er is zelfs een buitenzwembad. Het Ploetertje heet het. En dat gaat volgens mij komende week open, toch? Als we de richtlijnen moeten geloven. En ik sta hier met de badje van het Ploetertje. Hi, goedemiddag. Het is hier nu rustig, maar normaal ligt het hier vol. Ja, als je hier woensdag was geweest, dan had je hier rond 9 bezoekers gezien over heel de dag. Van 12 tot en met 7, 8 ongeveer. En nu, vanwege corona, is toch besloten dat het toch maar bij bijzwemmen blijft. Ja. Dus komen we eigenlijk alleen maar nog volwassenen bijzwemmen. Ja. En komende zomer, volgens mij komen er wel versoepelingen aan, toch? Ja, we hopen het heel erg. Ja. We hopen dat het maar voor 6 dagen was, want het is donderdag begonnen. Maar we hopen heel erg, want die kinderen komen met slecht weer, goed weer, regen. Ze zullen er altijd zijn. Oh, leuk. Dus dan is uit school. Dus voor de kinderen hoop ik het heel erg. Ja, en wat is uw favoriete plek van dit dorp? Nou ja, buiten mijn eigen huiskamer hoort hier wel, dit is er wel eentje. Ja, een bosplan is een stukje bos hier even verder achter. Dat is wel mooi.
Dat is wel vrij redelijk. Ja? Je kan er ook zitten als je dat wil. Je kan er wat vissen. Ik ben hier ook heel tevreden en altijd heel blij. Want wat wil je als je de deur uitkomt en je ziet de schapen in de wei. Ja. Ik heb achter de deur heb ik nu bollevelden. Prachtig. Dus ja. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nee, ik ben hier heel gelukkig. Bent u bekend met een goed bewaard geheim van het dorp? Of een interessant feit wat niet veel mensen zouden weten? Het is wel zo dat hier vroeger een molen stond. Een molen? Ja, dus een molen en daar had je de vang had je er bovenop zitten. En vandaar dat het dorpshuis ook de vang heet. Oh, dat is een leuk feitje. Maar de molen stond hier waar de nieuwe huizen nu staan. Oh, deze? Ja. Hier stond vroeger de molen? Hier stond vroeger een echte meelmolen. Oh, zo. En is daar nog iets van te zien? Die staat nu ergens in Oostzaan. Oh, die is helemaal verplaatst. Weer verplaatst en weer opgepakt. En de vang dat zit bovenop? Dat zit er bovenop. Ja, wat het precies is, weet ik niet helemaal zeker. Maar nee. Het heeft met de wieken mee te maken. En ik maak deze video voor Wave Radio, dus ik heb ook een muzikale vraag. Bent u heel toevallig bekend met een muzikaal talent uit Benningbroek, hier in de kerk, die heeft opgetreden? Zou ik niet. Nou, ik heb met mijn vriendin vaak, maak ik vaak muziek. Oh. Zij is zangeres. Proberen we nu een beetje hier te krijgen. Oh, mooi. Zijn er al concerten? Maar veel muziek en ik hoop wel dat er binnenkort hier weer wat meer kan gaan gebeuren. Ja, dat begrijp ik. En een allerlaatste vraag. Ik heb zelf een radioshow tussen 5 en 7 op Wave Radio op zaterdag altijd. En daarin draai ik dan altijd de favoriete nummers van de mensen uit het dorp waar ik die week ben geweest. Deze week ben ik in Benningbroek. Ik spreek u nu. Heeft u misschien een nummer wat u graag op de radio wilt horen? Een favoriet artiest? Linkin Park. Linkin Park? Ja. Goeie. Dat is mijn favoriet. En het beste nummer van Linkin Park? Ja, dat zegt jullie niks, denk ik, want dat is iridescent. Oké, nou helemaal goed. Dat is geen bekend nummer. Nee, maar dat is juist leuk om dan te draaien. Ja, heel erg bedankt voor uw tijd en fijne middag. Is goed. Ik loop hier nu door dat stukje park hier midden in het centrum van Benningbroek. Ik had oprecht niet verwacht dat dit hier zou zijn, dus ik ben erg blij met de tip van Marcel. En dit lijkt me ook een perfecte plek om deze video af te sluiten. Vond je dit een leuke video en heb je iets geleerd over Benningbroek? Laat dan zeker even een duimpje over en abonneer ook zeker op het YouTube kanaal van Wave. Elke week komt er op zaterdag natuurlijk een Wave Spotlight uit. En er komen ook door de week genoeg toffe video's over West-Friesland uit. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. Oh, en woon je in een van de dorpen waar ik nog niet ben geweest? En heb je iets leuks te vertellen over waar jij woont? Laat dan zeker even een reactie achter in de comments. En wie weet kom ik dan bij jou op bezoek. Oh, mijn camera viel net op het einde uit. Dus ik doe het laatste stukje eventjes via mijn telefoon. Ik wilde zeggen dat ik hoop dat ik jou in de volgende video weer zie. Waarin ik een bezoekje breng aan het mooie Berghout. Dus tot dan!